Teams die deelnemen aan Nokian Navigate Noord bestaan vaak uit vrienden van elkaar. Maar Team Unique bestaat uit vader Gerrit-Jan en dochter Isabel. Gerrit-Jan levert vanuit zijn bedrijf al enkele jaren de kleding aan Nokian Navigate Noord. Maar het was Isabel die het initiatief nam om deel te nemen. Wij volgen het al een paar jaar, Navigate Noord. En vorig jaar dacht ik van, nou pap, dit is wel echt heel erg gaaf om dit een keertje samen te doen. Dus nou ja, goed nagedacht over hoe wij dat zouden aanpakken. En uiteindelijk hebben we besloten om mee te doen. Dus is het afgelopen half jaar vol in teken gestaan van de voorbereidingen voor aanstaande zaterdag. Even kijken. Zit hij nog ja, goed? Hoor. Ja, uitstekend. We kunnen. De voorbereiding is nagenoeg afgerond. Alleen nog eventjes de stickers van de sponsors. En die komen met een beetje mazzel wat woensdag binnen. En dan kunnen we woensdagavond hier gaan bestickeren. Dus ja. Sponsors opzetten. En dan is die donderdagmorgen helemaal klaar. Liggen de sneeuwkettingen eigenlijk al in? Ja, ja. Die hebben we natuurlijk wel nodig als we in Duitsland... Kijk, die heb ik... Die liggen er al in. Passen ze ook om de wielen? Ja. Deze is speciaal voor deze wielen. Ja. Nou, ik hoop niet dat we ze nodig hebben, maar je weet het maar nooit. Nee, maar ja, je hebt ze verplicht, hè, zijn ze, in Duitsland. Dus ja. Dan moet je ze wel bij je hebben. Maar wij vertrouwen gewoon op de Nokia-banden. Ja. Want, die moeten het die moeten doen voor ons. Vader en dochter hebben de rollen aardig verdeeld voor dit noordelijke avontuur. Laat Isabel maar het hele sociaal medium doen en de navigatie. Het uitzoeken van hoe we moeten gaan rijden. En de coördinaten opzoeken en dan ga ik wel achter stuur zitten en ik vraag wel waar ik naartoe moet rijden. Ja, ik denk dat wij zo een beetje de rolverdeling wel hebben gemaakt. Ja, dat ik met social media en op de website en het navigeren wat meer doet en dat mijn vader de meeste kilometers gaat maken. Het wedstrijdelement zullen Gerrit-Jan en Isabel niet schuwen. Ik denk dat we beginnen met de fun, maar in de loop van de week dat er toch wel wat meer wedstrijd bij komt kijken. Ja. Wat we wel gehoord hebben van andere deelnemers uit het van voorgaande jaren, van, die ook zeggen van geniet van de omgeving en geniet van wat je allemaal ziet onderweg. En stop als je wat foto's wil maken en dergelijke. Of je wilt filmen. Dus ja, dan zit het een beetje in het fun gebeuren. Aan de deelname aan Nokian Navigate Noord heeft Team Unique een lokaal goed doel gekoppeld. Namelijk Voedselbank Gouda en omstreken. Hiervoor hopen ze veel geld binnen te halen. Tijdens deze misschien wel barre tocht worden de onderlinge relaties misschien ook wel op de proef gesteld. Maar vader en dochter zijn niet bang dat de goede band daaronder te lijden heeft. Ik zie geen problemen. Nee, ik ook niet. Nee, mijn verband met mijn vader is heel goed en dat gaat ook niet, loopt ook niet in gevaar. De komende 7 dagen. Nee. Ook Team Unique is er helemaal klaar voor. We hebben er onwijs veel zin in. Ja, kunnen niet wachten. Ja.